Op Sportpark Vossendijk in Hatert werd afgelopen weekend de Samenloop voor Hoop georganiseerd. Samenloop voor Hoop is een 24 uur wandelestafette om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. En de bedoeling is dat ze 24 uur lang als team wandelen. Er mag één deelnemer van het team zijn, het hele team tegelijk. Maar non-stop is iemand aan het wandelen. Verschillende manieren. We hebben van tevoren heel veel acties gehad om geld in te zamelen voor het evenement. De teams zelf zijn heel actief geweest met het maken van armbandjes, herdenkingsbeeldjes. En die hebben ze verkocht. Ze organiseren loterijen. En daarnaast kunnen ze laten sponsoren dit hele weekend. Het is heel spannend, want je doet zoiets voor het eerst. Het is een drukke maand juni met veel evenementen. En dit was ons doel. We wilden 200 wandelaars krijgen en daarmee kunnen starten. Zodat we het ook een vervolg gaan krijgen naar de toekomst. Dus eigenlijk zijn we heel blij. Het liefst hadden we er 400, 500 of 1000 wandelaars gehad, want dan haalden we meer geld op. Maar 200 is mooi en daar kunnen we een heel mooi weekend mee maken. Het is goed gegaan en het gaat nog steeds goed. We zijn nog steeds nu in shifts allemaal aan het lopen. Vannacht was het wat stiller en dan merk je wel dat het wat moeilijker vol te houden is. Maar we hebben het uiteindelijk wel met z'n allen volgehouden. Ja. We hebben echt een hele leuke groep. Maar we merken ook met de andere groepen die saamhorigheid. En het loopt gewoon heel makkelijk. En we hebben allemaal één doel. En het is gewoon geweldig. Het is eigenlijk 24 uur voorbij gevlogen. Wij gingen zelf heel hard van start in grotere groepen, omdat de sfeer heel goed was. S'avonds was er wat meer sfeerverlichting, waardoor het eigenlijk ook sfeervoller werd en wel wat ingetogener. En 's ochtends begon de muziek weer en dan merk je ook dat iedereen weer vrolijk is, ondanks dat je weinig slaapt. En de sfeer is goed. Met ons team van, ik denk, 18 personen, de hele nacht doorgegaan. Dus dat was voor mij de eerste keer, dus ik vond het echt super, ik vond het geweldig om te doen. Op de actiepagina hebben we €642 opgehaald, met de loterij hebben we €376 opgehaald en we hebben nog collectebusjes, heb ik nog thuis staan, die moeten nog geteld worden. Dus we zitten over de €1000. Wij zijn over de €2500 gegaan en we hadden ons doel was 1000, verhoogd 2000 en uiteindelijk 2500, nou fantastisch. We zitten nu rond de €2000. En er wordt volgens mij nog hier en daar wat gesminkt, maar het zal rond de €2100 uitkomen, denk ik. Ja. Alles is meegenomen. Alles is goed. €1000? Ik weet het niet. We hebben zelf met ons team €800 bij elkaar gehaald. Maar ieder euro is harte welkom. In totaal is met de estafette ruim €30.000 opgehaald voor KWF. Deelnemers hebben op verschillende manieren geld ingezameld. Nee, dit is absoluut niet eenmalig. Wij hebben hier hard aan gewerkt, we hebben een mooie basis neergezet. En we gaan ermee door om een terugkerend evenement van te maken.